Het ontslag van Sergio Akinboto is onomkeerbaar. Dit legt staatsrechtgeleerde Eugène van der San uit. Hij geeft aan dat parlementsvoorzitter Marinus B. in dit geval staatsrechtelijk heeft gehandeld. De assembleevoorzitter heeft Akinboto gisteren de toegang tot de vergadering geweigerd na juridisch advies te hebben ingewonnen. Deze handeling is volgens van der San grondwettelijk goed. En wat de wet zegt is duidelijk. Er zijn twee trajecten. Het eerste traject is van de grondwet. Als je artikel 68, ontslag op eigen verzoek, dat is geregeld in de grondwet. En als je dat doet, is het onomkoombaar. Het is vergeleken met overlijden, artikel 68 lid 1 onder A en artikel 68 lid 1 onder B. B gaat, gaat over ontslag op eigen verzoek en A gaat over ontslag bij overlijden. De maat Harden Toussaint kon samen in een wet van 17 augustus 2016, nummer 144. Die twee begrippen zijn samengetrokken. Dat betekent, if je actie op eigen verzoek je daarbij. Politicoloog Hans Breeveld had gehoopt dat Akinboto niet zou terugkomen op zijn besluit. Volgens Breeveld heeft dat voor veel ruis gezorgd en uiteenlopende meningen. Ik vind dat je er goed moet overwegen voor je tot handelen overgaat. Omdat namelijk, het is een heel belangrijke instelling. Ik kan me niet voorstellen dat ooit eerder bij de Nationale Assemblée iemand dat gedaan heeft. In het verleden hebben we gezien dat premier Pengel wel de portefeuilles van zijn regering had ingediend. Dat gebeurde vroeger vaak bij het parlementair systeem. En dat men dan demotionair is. En toen heeft Pengel graag weer gevraagd om zich op te vragen. Maar bij de Nationale Assemblée, als je dus je ontslag indient, dan is het één ding. Maar als je daarna zo uitvoerig ingaat op de reden waarom je je ontslag indient, dan is het heel erg vreemd dat je dan later terugkomt op het standpunt dat je hebt ingenomen aanvankelijk. Eugène van der San vindt het jammer dat er in Suriname niet wordt gewerkt met staatsrechtelijke zaken die zich in het verleden hebben voorgedaan. Hij haalt hierbij de zaak aan van voormalig president en parlementariër Desi Bouterse. Wat wij in Suriname doen, we werken niet met conventies. Wat ik ga iets herinneren. Toen meneer Bouterse door de voorzitter Somohadjo werd teruggeroepen op grond van artikel 68, maar een andere bepaling. U weet wat in Suriname is gebeurd. Uiteindelijk is die vervanging toch gekomen. Toch? Daar zijn gebruikenconventies. Toen was die wet van 2016 niet eens. En toch is die niet terug kunnen gaan. Dus waarover praat men?